De 18e eeuw. Men is onder invloed van de filosofen als het ware wakker geschud. Kijk eens aan, het is veel vroeger dan ik gedacht had. Men gaat twijfelen aan oude, gevestigde waarden, zoals tradities, rangen en standen. Als je de eisen ziet die men aan een knecht stelt, zijn er maar heel weinig meesters die eraan voldoen. Montesquieu verkondigt dat niet alle macht in één hand moet zijn. Diderot zegt dat alleen datgene telt wat op wetenschap gebaseerd is. Buffon gaat nog verder en beweert dat de aarde veel eerder dan 6000 jaar geleden geschapen is. We leven toch maar in een barbaarse tijd. Wat bedoel je nou? Hij heeft ons toch niets opgeleverd? Er schuilt ook altijd op deze eeuw. Helemaal niets, alleen maar dwaasheden zoals vrijheid van denken, de aantrekkingskracht der aarde, elektriciteit, encyclopedie, verdraagzaamheid enzovoorts. Ik vind wel dat je nou een beetje overdrijft. Buffon, die aangevallen wordt door de kerk, trekt zich terug. De encyclopedie van Diderot wordt verboden. Het boek, het maatschappelijk verdrag van Rousseau, wordt daarentegen een soort bijbel van de revolutionaire. Dat is hem. Laten we even weggaan tot hij vertrokken is. En Voltaire, die altijd op de bres staat voor rechtvaardigheid, vecht tegen oneerlijkheid, duistere zaken en dweperij. De redelijkheid, dat is pas je ware. Ik ben de baas hier en ik heb altijd gelijk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 9, nou, het is niet 5. Veel. Zullen we? Ah, nee, er is was niks aan. Ik ga liever naar de kroeg. Kom mee. Ja, maar heren. Filosoferen is het toekennen van een grote waarde aan het gezonde verstand, waardoor alle gevestigde oordelen op losse schroeven komen, schrijft in het begin van de 18e eeuw Madame Lambert. Maria Theresia is keizerin van Oostenrijk. Catharina de Grote is tsarina van Rusland. Madame du Deffand houdt salon. Madame du Barry heeft de taak van Madame de Pompadour overgenomen, die 20 jaar geregeerd heeft over Frankrijk. Wat de koning betreft, het ontbreekt hem aan de kracht om goede voornemens tot een goed einde te brengen. Door de ijzeren staaf die u vasthoudt, heren, zal elektriciteit gaan stromen zodra ik contact heb gemaakt. Wie is dat? Nolet. Kan iemand me zeggen wat dat is? Nee. En alles wat hij doet om dat tegen te gaan is nutteloos, mijn heren. Vanavond was het helemaal niets. We hebben maar 3 geldstukken opgehaald. 1 voor Maestro, 1 voor jou en 1 voor jou. Die krijg je van mij, Pieternel. Die van mij ook. Nee. Nee, dat kan ik niet aannemen. Gelukkig maar. Goed, om iedereen tevreden te stellen, deel jij met hem. En deel Pieter met mij. Ja, maar het kan ook andersom. Waarom deelt Pieternel niet met mij? Hela, wij zijn met z'n tweeën. Hou nou eens op, jullie. Laten we op tournee gaan. Aan al die hoven in het buitenland hebben ze graag Franse acteurs. Ik zie mezelf al in Potsdam. Oh ja, en ik in Wenen. Spelen voor keizerin Maria Theresia. Ja, en voor Catharina van Rusland. Meneer Pieter, u speelt er verrukkelijk. Nee. Ik wil niet. En dan zeker door de Pruis afgemaakt worden. Of aan de Kozakken s'avonds geregen te worden. Dank je feestelijk. We zullen erover moeten stemmen. Wie ervoor is, steekt zijn hand op. Dat is duidelijk. Morgen gaan we op weg. In 1768 wordt Corsica veroverd. En dat is net op tijd, want dan kan Napoleon een jaar later als Fransman geboren worden. In 1771 vindt Cugnot de stoomauto uit en verschijnt het laatste deel van de encyclopedie van Diderot, dat met zeer veel enthousiasme ontvangen wordt. Het tijdperk van de wetenschap kent zijn hoogtepunt, maar is ook een pleidooi tegen de absolute monarchie en de kerk. 1775. In Pruisen heerst Frederik II, een ontwikkeld man die graag bekend wil staan als beschermheer van kunst en letteren. Johann Sebastian Bach is bij hem aan het hof geweest en Voltaire is er zelfs 3 jaar gebleven. Maar dat belet hem overigens niet om zich als tiran te gedragen te zweren bij een militair bewind. Hij aarzelt niet om, zodra hij aan de macht is, gebruik te maken van zijn machtige leger en het Oostenrijkse Silesië aan te vallen. Dag, heren officieren, ronselaars. Heren. Wat doen ze nou toch? Het is tijd, we moeten weg. Bedankt. Willen jullie hier even een krabbeltje zetten? Alsjeblieft. Zo, hier moet je tekenen. Prima. Jij hier. Tekenen. Daar. Op onze keizer. Ja, schiet eens op. We staan op je te wachten.
Deze heren hebben voor het leger getekend. Ze behoren nu aan mij. Dat is een grap, zeker. Als je wilt, kun je alles van me krijgen. Hé, hey, kom eens helpen. Ze zitten in de puree. Dat is mijn probleem niet. Ik heb het al moeilijk genoeg. Ze hebben ze geronseld voor het leger. Tot ziens en bedankt voor de drankjes. Hé, la. Jullie hebben getekend. Je bent nu soldaat. Frederik wist niet wat hij zag toen hij bij de ondertekening van het verdrag van Aken bemerkte hoe slap en zwak de Fransen waren. Nou ja, hij is misschien een beetje heet gebakerd. Tot ziens. Dat arme beest is niks meer waard. We moeten een ander paard zien te krijgen. We zijn veel te zwaar beladen om het met één af te kunnen. Ik zie daar een boerderij. Dag, beste man. Ah, bent u de dokter? We zitten op u te wachten. Ik begrijp er niets van. Sinds koning Frederik ons bevolen heeft aardappels te planten, zijn mijn ouders ziek. Zoals hij ons beval, hebben we de blaadjes opgegeten. Wat? Hebben jullie de blaadjes gegeten? Maar je moet de knolletjes opeten. Let maar eens op. Zo, gekookt. Met een beetje boter smaakt het heerlijk. Alweer wat opgeknapt. Zou u dat paard graag willen hebben? We kunnen het niet betalen. Nou, dan krijgt u het. Soldaten, opschieten, wegwezen. Doorzoek deze boerderij. Plant deze aardappelen en eet ze op zodra ze opkomen. Dat is een bevel. In 1772 neemt Frederik het onwaardig initiatief om Polen op te delen met medeweten van Maria Theresia en Catharina van Rusland. Zijn vriend Voltaire laat geen enkele vorm van protest horen. Frederik had immers de volgende vleiende woorden over hem gezegd. Filosofen zeggen wat er gebeuren moet. Koningen zijn er slechts om die opdrachten uit te voeren. Grijp deze mensen! Zo, ouwe jongens, ons in de steek laten, hè? Wie zijn deze mensen? Het zijn Fransen. Zou u mij kunnen vertellen wat u hier in dit land komt doen? Toneelspelen. Prachtig. Ik nodig u uit om voor mij op te treden in het paleis. Oh, bravo. Bravo. Sire, het zijn deserteurs. Onthouden. Ik duld geen tegenspraak. Ik beslis. Ze gaan mee naar Potsdam. Ik raad jullie aan met de gehoorzame, heren. Liberaal is Frederik alleen maar voor de buitenwereld. In werkelijkheid is hij ervan bezeten eenheid te brengen in een staat die nu nog als loszand aan elkaar hangt. Jongens, dat is nou eindelijk eens een plaats waar we behoorlijk kunnen optreden. Voortaan zal er rekening gehouden moeten worden met het pruisen van Frederik de Grote. In 1762 bestijgt Catharina de troon van Rusland. Hoewel, nog niet helemaal. Want ze moet nog rekening houden met haar echtgenoot, de zwakke Peter III, die toen hij nog maar nauwelijks aan de macht was, zijn diensten heeft aangeboden aan Frederik van Pruisen, die hij vreselijk vereert. Dit zal wel even geregeld worden. Wat inderdaad zo gebeurd is. Maar ergens, ver weg in de gevangenis, zit nog iemand die aanspraak maakt op de troon, namelijk Ivan de VI, die enkele maanden geregeerd heeft. En dat zaakje wordt ook even geregeld. En Catharina, die op haar 33e keizerin is, zal niets meer in de weg staan het werk van Peter de Grote voor te zetten, namelijk het moderniseren van het land en het verleggen van de grenzen van de Oostzee tot de Zwarte Zee. Daarbij is ze beschermvrouw van vele kunstenaars. Maar ze houdt alle kennis voor zichzelf en toont de buitenwereld met veel bombarie haar liberalisme. Lijfeigenen worden als stukken vee verkocht. Voor zo'n behandeling heb ik wel een paar mensen in gedachten. Als Catharina Diderot ontvangt, zegt ze hem... Die idealen van u maken mooie boeken, maar slechte mensen. Ha. U houdt de misère van het volk in stand. Wat doet u aan de rechten van de mens? Ja, ja, uw papier, dat is wel geduldig, mijn beste. Ah, Potemkin. Hoogheid. Wat is Sint-Petersburg toch een mooie stad. Het is een zekere Peter de Grote die hem stichtte. Die rivier daar is de Neva, de belangrijkste verbindingsweg tussen alle belangrijke gebouwen. En die palen die ze daar in de drassige grond stoppen, daar kunnen ze op gaan bouwen. Waarom de
liefde is niets te doen, beste dokter. Mijn beste Potemkin, ik heb je raad nodig in deze zaak. Binnen. Hoogheid, dit zijn de Franse toneelspelers waar u kennis mee wilde maken. Wees welkom. Ah. Mooi. Hoort dat jongetje ook bij de groep? Ja. Maar ik ben al 38, majesteit. Werkelijk. Onze toneelspelers gaan dus optreden aan het hof. Ik wil even met die jongen in het blauw spreken. Tot uw orders, hoogheid. Zeg, meneer. Hare majesteit wil u even spreken over de voorstelling van vanavond. Oh, maar... Geen tegenspraak. Bevel is bevel hier aan het hof. Dus als ik het goed begrijp, wil meneer een soort Pieter de Grote spelletje gaan spelen met die Catharina. Bravo, dat is een rol die je goed zal liggen. Maar ik kan er toch zeker niks aan doen? Daar zal ik wel eens even een stokje voor steken. Dus niet. Onze vrienden zullen dus niet aan het hof optreden. Weet je het zeker, Pieter Nel, maar dat is zo verschrikkelijk jammer. Jammer of niet, we gaan hier weg. Met uitgestrekte domeinen van de kerk die verbeurd verklaard werden, hele steden die gebouwd werden in de Oekraïne en aan de oevers van de Wolga, de rechterlijke en uitvoerende macht gescheiden, belasting voor de grootgrondbezitters, heeft Catharina de Grote ondanks alles een hoop voor haar land gedaan. Het Oostenrijkse Rijk telt 24 miljoen inwoners. In het jaar 1740, wanneer Maria Theresia de Habsburgse troon bestijgt, is ze 23 jaar. Ze krijgt meteen al te maken met de hebzucht van haar buren. Het prachtige mooie leger van Frederik II maakt zich meester van Silesië. Frankrijk, Spanje, Saksen en Beieren sluiten een verbond met Pruisen. Wat gaat de tijd toch snel? Pietertje is vandaag alweer 2 jaar. Maar de vrome en zachtmoedige Maria Theresia maakt zich sterk. Geholpen door de zeer bekwame minister Kaunitz en de generaals Daun en Lassie, kan ze het Oostenrijkse huis behouden. Oh, geef me wat te drinken. Jullie moeten die ook altijd volgieten. Geef me nog wat. Wat een dorst heb ik. Die veldfles is leeg. Jammer, maar ik kan niks voor jullie doen, jongens. Ik geloof dat we net langs een kroegje reden. Zouden zij die fles niet kunnen vullen? Hier is het. Dag heren, kom binnen. Gaat u zitten. Haha, dat zouden wel eens goede klanten kunnen zijn. Zullen we ze een drankje aanbieden? Ja. Een biertje? Zeg, ik hou er niet van als men mijn aanbod weigert. O jee, daar begint het weer. Op ons beiden. Zullen we? Grijp die mannen beet. Het ziet ernaar uit dat dit keer alles goed gaat. Hoewel, het zal wel weer een ronselprobleem zijn. Als ze maar geen pijn doen. Oh, ik ben wat vergeten. Dat was ik vergeten. In 1772 legt de goedaardige Maria Theresia zich met moeite neer bij de uiterst oneerlijke verdeling van Polen. Met haar verzet maakt ze immers geen schijn van kans bij haar Russische en Pruisische buren. Toch krijgt ze het grootste deel, namelijk Galicië. Komt dat zien, dames. Ik heb prachtig fruit en mooie groenten. Kom maar dichterbij. Wat heb ik een dorst. Stop eens. Kijk eens een kroeg. Wat zou je ervan zeggen als we wat gingen drinken? Dat is geen slecht idee. Ik ga met je mee. Hé, wat? Nee, geen nadigheid meer. Ik ga eerst eens kijken. Kom maar, ja. Het is in orde. Kijk daar, die kroeg eens. Het zou een mooie grap zijn als we er daar een paar vandaan zouden kunnen halen. Denk je? Vooruit! Weg hier! Rooster! Sinds 1765 regeert de oudste van de 16 kinderen van de keizerin, Jozef genaamd. Terwijl een van haar dochters, de Oostenrijkse Marie Antoinette, in Frankrijk een tragisch lot zal ondergaan.
De weg naar kasteel Schönbrunn, alsjeblieft. Daar ligt het. Ziet u wel daar recht voor u uit, hè? Oh, dank u wel. De jonge Mozart wordt heel vaak door de koninklijke familie uitgenodigd op kasteel Schönbrunn. Nee, maar het is veel vroeger dan ik had gedacht. Dankzij Maria Theresia blijft Wenen tot 1918 toch wel de belangrijkste stad op cultureel gebied. Maar dat is geen pastoor met die verheven trekken. Dat is de graaf van Alma Viva. Nee, maar dat is die gekke Figaro. In 1783 bereiden onze Franse toneelspelers zich voor hun tenten in Engeland op te slaan. Laat de mensen vrij handelen en werken staat hoog genoteerd bij de Engelse burgerij. Zij zal een stempel drukken op Europa en het liberalisme tot bloei brengen. David Hume verkondigt overal dat je alleen van eigen ondervinding iets kunt leren. Je leert van eigen ondervinding. Dan ben ik nu dus volleerd. James Watt gaat door met de verbetering van zijn pomp en probeert een andere zuiger uit. Je moet het gewoon proberen. Nou weet ik hoe het moet. Lieve hemel. Goed. Afgesproken. We gaan iets anders maken. Het is net een groot kind. Kom eens mee. Denk eens aan wat anders. Kom. Hier Graves, Arkwright en Crompton verbeteren de machines om te spinnen. Kijk eens, daar ligt Engeland. Cartwright zal de laatste hand eraan leggen. Je zou zeggen dat het prima is. Oh, it seems very cold. Dat zou ik ook graag willen. Goed dan. Daar gaan we dan. Stop. We zijn nog niet ver genoeg. Geen vieze rotje op het strand, hoor. We krijgen nu de industriële revolutie. Met behulp van kookskolen maakt men gietijzer. Al het werk is winstgevend. Nou ja, de een verdient wat meer dan de ander. Om de ellendige toestand te verbeteren waaronder de arme mensen leven, wordt al gauw de eerste vakvereniging opgericht, namelijk in 1776. Men begint te staken. In datzelfde jaar, 1776, zien we de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika. We zien ook dat het parlement in Parijs de belastinggelijkheid afkeurt. Ze gaan niet hard genoeg. Kijk die slappelingen nou eens. Als ik in dat bootje zat, zou ik binnen de kortste keer aan kop liggen. Maar het is toch gelukt? Om hun nederlaag in de Zevenjarige Oorlog te wreken, mengt Frankrijk zich in de Amerikaanse strijd. Vooral Lafayette en Rochambeau zullen van zich doen spreken. Allee, sla erop. Oh, wat een slappeling. Toe maar, geef hem wat katoen. Sla erop, vooruit, rammen. Ah, niet slecht hoor. Op 24-jarige leeftijd neemt een zekere William Pitt Jr. de teugels in handen bij de regering om de economie weer op poten te zetten die door de oorlog met Amerika danig verzwakt was. Wesley richt een streng gelovige protestantse kerk op, ontdaan van alle pracht en praal. Dankzij McAdam gaat men over tot het asfalteren van de wegen.
is duidelijk dat een ieder die zijn naaste vervolgt omdat hij een afwijkende mening heeft een monster is, heeft Voltaire verkondigd. Maar Voltaire leeft niet meer. En Diderot niet. En D'Alembert en Rousseau niet meer. Maar hun ideeën worden daarentegen nog overal verkondigd. Met dit nieuwe apparaat van mij kun je zonder enige moeite... Hé, zeg. Hou eens op dat arme kind vol te pompen met kennis. Hij verveelt zich dood. Kijk maar. Ah! Dat deed je expres, hè? Hé, hey, wacht eens even. Laat me los. Ben je gek geworden? Los, laat eens. Schiet op, laat me los. Wat maken jullie toch zo druk om? Ja, ben je gek geworden? In Amerika zijn de Engelsen verslagen. En met het verdrag van Versailles in 1783 is de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkend. Net kleine jongens, hou eens op met ruzie maken. Zet neer. Alsjeblieft. De Duitser Herschel ontdekt de planeet Uranus. Hij bestudeert Saturnus en de Melkweg. En de Zwitser Euler bedenkt het integraal rekenen. Lavoisier introduceert de moderne chemie en Lagrange de analytische mechanica. Kijk daar eens! Wat is dat? Daar in de lucht! Oh! Ongelooflijk! Oh. Hallo! Kijk! Zo'n luchtreis heeft toch helemaal geen zin? Totaal geen zin! Blanchard en Jeffries zullen het kanaal oversteken in een luchtballon. Kom hier en maak hem kapot! Sla erop, sla erop! Geef ze van katoen! Stop, hou op. Waarom doen jullie dat? Dat is een schadelijk beest. Dat ding is de duivel. Nee, mensen, dat is een ballon. En dat ding is onze toekomst. Wij willen geen hekserij hier. Ja, maar mensen, luister nou toch. Vast, wegwezen jullie. Laten we maar gaan. Omdat ze het ons zo vriendelijk vragen. Goed, ik zal niet verder aandringen. Kant zal zeggen, met de verlichting wordt de mens volwassen. Hekserij. Ik ga eens kijken of er plaats is. Hallo. Oh. Hallo, maatje. Wacht even, heren. Oh. In hetzelfde jaar dat de Amerikaanse opstandelingen zich onafhankelijk verklaarden, hetgeen in het korte Franse filosofie van de verlichting weergeeft, verzet het parlement in Parijs zich zeer heftig tegen de gelijkheid voor de belastingen, waar Tugo als enige een groot voorstander van was. Guido! Gelijkheid? Absoluut ontoelaatbaar en leidt tot oproer, verklaren de verzamelde geleerden. Deze maatschappij, die weigert te veranderen, krijgt binnen de kortste keren te maken met een echt oproer. Weg met de hoge heren! Weg met de hoge heren! Weg met de hoge heren! Op met ze! Misschien op maar de hoge heren! Weg met ze! Op 5 mei 1789 wordt de regering bijeengeroepen in Versailles.